Nu op weg naar Koolskamp. Dus ja, het zal nog wel 10 minuutjes duren, denk ik. Voor de herfstvakantie kregen wij bericht dat er extra bussen ingelegd werden voor de school, waardoor de busritten voor iedereen zouden korter worden. En dat is ook voor bijna alle leerlingen zo. Maar voor Nant jammer genoeg niet, want in plaats van bijna een uur zit hij nu 103 minuten op de bus per busrit. Hoe is het? Was het vandaag op school? Ik heb een beetje pech dat ik als eerste op de bus moet en dat er nog zoveel andere kinderen na mij op de bus moeten. Allee, en op de bus? Beetje saai. Wat heb je gedaan? In het begin is het nog niet zo heel erg, omdat mijn vrienden dan ook nog zo meer op de bus zitten. Maar naar het einde toe zit ik er al heel lang op. En dan begint dat wel een beetje vervelend te worden. Wij merken dat de school waar Nant nu zit echt de juiste school is voor hem. Hij heeft daar de juiste begeleiding, de juiste aanpak. En mijn grootste schrik is eigenlijk dat die lange busritten dat een beetje onderuit gaan halen. Dat al het goede dat daar nu gebeurt terug teniet gedaan wordt. Door al die busperikelen denk ik er net over na om minder te werken, zodat ik hem zelf meer kan naar school brengen. Dus ja, dat is een beetje de wereld op zijn kop, hé.